Goedendag weer, met Yomi, Yomi Samfan. Hey, tja, vandaag aardig wat te doen, veel plannen. Als eerst ga ik naar Groevebeek Ermelo. Daarna heb ik een verrassing, kleine verrassing, als het doorgaat. Ik weet niet of het doorgaat. Het is een beetje kut weer, het heeft net geregend, dus ik weet niet wat ik moet verwachten. Van het heerlijke weer, maar ik ga zo even kijken op weerberg.nl, weet ik veel. Om te kijken of het gaat regenen, wanneer het gaat regenen en zo. Vandaag was de markt. Ik weet niet of ik het een beetje kan halen. Om daar een beetje te gaan kijken. Denk het niet. Gaat niet heen waarschijnlijk. Maar ik heb honger. Ik heb nog niet gegeten. Ik ben al een poosje bezig. Niet echt bezig. Ik ben wel een poosje even mijn ding aan het voorbereiden voor vandaag. Ik heb vanavond rond een uur of 7 heb ik een barbecue met goede vrienden. En met een klein groepje van 6 tot 7 mensen of 8 mensen of zo. Gaan we even zitten en even lekker barbecuen. Daar heb ik zin in. Daar heb ik echt veel zin in. Maar wat ik ga doen bij Groevebeek Putten of Groevebeek Ermelo, sorry, is ik ga erheen om even te praten met een van de leidinggevenden of zo. Die de projecten op school overziet en zo. Want ik wil graag daar op school spreken. In een van die klassen. Wil ik graag een presentatie houden. En de presentatie gaat over keuzes maken. Keuzes maken over wie jij wilt zijn. Wie je wilt worden. En wie je denkt of wie je gelooft te zijn. Weet je wel, over keuzes maken over kleine dingetjes zoals waar ga ik studeren volgend jaar. Ik moet vooral het laatste jaar hebben, want ik wil het over de toekomst hebben. En over een verleden. Dus daar wil ik heen. Ik heb al een paar keer een mail heen gestuurd naar de school. En ik heb geen reactie teruggekregen. Dus ik ga er nu gewoon heen. En te kijken wat er aan de hand is. Wat het probleem is. Waarom ik geen reactie terugkrijg. En of het mogelijk is om daar op school te kunnen spreken. Als bedrijf. Dus daar heb ik zin in. Dat ga ik doen. Maar eerst ga ik eten. En ik ga naar de Benny's toe. Even een patatje eten of zo. Of weet niet. Ja, smoothie met een patat. Ga even kijken. Maar in ieder geval even eten. Hoor joh, jemig, man. En ja hoor, het regent weer. Fuck dat. Even kijken of het blijft regenen. Check that shit out. Verdorie. Regen, blijf maar regenen. Even kijken. Nou, kom op. Ja, is nog geen 13 is 12. Ja, oké. Okay. Ik zie alleen maar bewolking. Alleen maar fucking bewolking. Er staat niks aangegeven van regen. Alleen maar bewolking. Wat doe je eraan? Helemaal niks. Dus ik ga even beneden wachten en dan ga ik die kant op ga ik lekker eten. En is nu even gestopt. Nobody home. Maar het regent nog fucking hard. Zo, wat scherpe lens, dus niet. Maar, that's that shit. Dus ik moet wachten nu. I gotta wait for that shit. Ondertussen Facebook. Alles een beetje bijhouden en zo. Het regent nog steeds zo hard, jongen. Oh, jongens, niet best. Maar kom goed. Ik kan niet wachten. Ik heb zo'n zin in die barbecue vanavond. Lekker ouwe met die jongens. Oh jongens. Lekker.
Zo, ik ben weer blij. Buik zit goed vol. Scooter komt eraan. De scooter. Dus heb gegeten, ben je onderweg naar Groevebeek Ermelo. Groevebeek Ermelo! Nog nooit geweest. Ja, je wel. Tegenover heb ik stage gelopen. Hoe heet dat? De. Noem je dat? Met de naam kwijt van de plek. Ik heb stage gelopen, dus dat is tegenover Groevebeek Ermelo, maar ik ben de naam kwijt. Ik ben dus aangekomen, alleen nu moet ik de hoofdingang vinden. Wacht even. Hey heren, waar is de hoofdingang hier zo? De hoofdingang? Is hier zo? Hier naar binnen. Oké. Gymdocenten? Ja. Oh, wacht even. Het is een grote school, joh. Trouwens. Ja, best wel huge, ja. Wacht, is dit? Goedemiddag. Hi. Ik heb een vraag. Wie zou ik moeten spreken als ik het over de mogelijkheid wil hebben om hier in een van de laatste... En de klasse die als het ware hun laatste jaren heeft, een presentatie kunnen geven. Oké, okay, dus heb je over wat? Over bepaalde keuzes maken in je leven. Ik had al een mail gestuurd naar een e-mailadres die ik gekregen had van de receptie, want ik had je al eerder ingebeld. Dat was al vorig schooljaar. En ik had een mail gekregen met JS en nog iets achter volgens mij. Ja, ik weet de mail niet zo uit mijn hoofd, maar... Ik had al een mail ingestuurd, maar ik had nog geen antwoord teruggekregen. Dus vandaar dacht ik dat ik even langskom. En is maar, het aan de VMBO-kant dat je een presentatie wil geven? Eigenlijk... opdracht voor je school waar je nu op zit? Nee, niet voor school. Het is gewoon voor mezelf. Want, nou ja... Ik heb mijn eigen bedrijf en zo. En we hebben een bepaald thema. Ja. We willen kinderen en jongeren zoals ik zelf ben. Ja? Gewoon jongeren willen inspireren en kijken wat een drive is om... En wat hun doelen zijn en zo. We willen dat een beetje inspireren en kijken wat ze willen bereiken in hun leven. Okay. Ja. Dus dat is het een beetje. En dan op VMBO kan. Op VMBO of MBO, ja. Tenminste, of VMBO. VMBO. Ja. Ik kijk even wat het is. Het is trouwens een behoorlijk grote school, joh. Een hele grote school. Ja. Ik heb hier stage gelopen hier tegenover. Oh, ja, inderdaad. Ja. Ik heb stage gelopen. Okay. Het zat op een andere school namelijk, maar het is wel leuk om te zien eigenlijk. Ja, hè? Ja. Ja, nu zitten de teamleiders en de... Ik ga even op de laatste beginnen hoor. Overleg, half twee, ja. Ze beginnen om half twee in de overleg. Kijk, wat is er nou? Die is weg. Ja, de teamleiders zitten in de overleg. Heeft u daar trouwens een beetje, ik weet niet of u een beetje verstand van heeft of zo. Hoeveel kinderen gemiddeld hebben jullie ongeveer die het moeilijk vinden om een keuze of vervolgopleiding te kiezen en zo? Best wel veel. Best wel veel, hè? Ja, ze moeten ook best wel veel kiezen, dus dat is best lastig. Inderdaad, dat is ook lastig, daarom. En aan de HAVO-ateliënkant is dat ook? Ja, dat kan ook, ja. Dus het is ook een beetje voor het vakkenpakket kiezen. Bedoel je dat ook? Ja, dat ook, ja. Kijken. Ja, inderdaad. Die mail, van hem had ik zijn e-mail gehad en zo. Ja. Daar had ik er ook wat in gestuurd. En is ze ook samen met Groevebeek Putten? Ja. Ja, oké, want ik had ook naar Groevebeek Putten gekregen en die zeiden ook dat ik... Die zit in de les. Dat is de DK, dus die gaat daar over. Zich daar ook mee bezig. Ja, oké. Okay. Ik kan in de HAVO-ateliënkant even kijken, dat is een mevrouw Vos. Ik ben dus net terug. Ik ben Groevebeek Ermelo geweest. Ik ben net weer terug. Even kijken, rolstoel. Oh.
Even kijken. Ik heb daar met een van de leraren gesproken daar zo. Ja, iets van een van de hogere leraren die een beetje over de beslissingen van de klassen gaat en zo. Die een beetje de leerlingen stimuleert om de juiste keuzes te maken met wat voor opleidingen ze gaan maken en zo. Dus ik heb met een van hen gesproken en ik heb een mail meegekregen die ik al eerder had gekregen van hen. Even kijken. Ja, deze zo. En dan deze zo. En kijk eens zo. En daar moet ik even een mail heen sturen. Naar degene. Ik heb de mail van de man gekregen waarmee ik gesproken heb. En die had me de mail gegeven van degene die ik moest spreken. Die over de beslissing gaat of ik wel in een van die klassen mag spreken en zo. Dus ik ga even een mail daarin sturen. En dan krijg ik een mail terug of het mogelijk is. Maar ik heb best wel een leuk gesprek met die man gehad. Best wel een strikte man. Hij wil heel veel weten. Dus ik heb hem eens uitgelegd wat ik van plan was. Uitgelegd waar ik vandaan kwam. Hij vond het wel leuk, het vooral. Dus hij gaat een goed woordje voor mij in doen bij degene die erover gaat. Dus ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in. En onderweg terug kwam ik Paul tegen. Paul. Rij je langs, kom ik tegen. Paul van Averongen. Goeie vriend van me. En die kwam ik tegen. Hebben gelachen daar zo. Heb daar ongeveer een half uurtje, drie kwartier gestaan of zo. En met hem geouwerd. En bij de Benny's heb ik lekker gegeten, joh. Ik heb lekker gegeten. Even kijken. Ja, dus nu ga ik die mail sturen. Even kijken. Rij je langs, kom ik tegen. Yes, even opgenomen dat. Nou, wat ik heel simpel uitgelegd is, ik wou een presentatie houden daar zo in die klasse. En dat gewoon over het onderwerp is keuzes maken. En daar wil ik het over gaan hebben. Hoe je bepaalde keuzes moet maken over hoe je leven gaat leven. Wat voor opleiding je gaat doen en waarom je die opleiding wil gaan doen. En dat is het meest belangrijk eigenlijk. Dat ik dat die jongeren wil gaan stimuleren om de juiste keuzes te maken. Om de keuzes te maken waarmee ze uiteindelijk gaan doen wat ze willen gaan doen. Wat? Dat is het doel. Gewoon de jongeren stimuleren, bewust maken van de keuze dat ze gaan maken. En dat vond hij wel leuk, vond het interessant. Zoals ik net al zei, hij gaat dus een goed woordje voor me doen. En ik ga nu de mail versturen. I'm going to send the mail. Ik heb een nieuwe camera stand. En dat is een beetje, het fukt een beetje met mij. Het is niet zo uber handige ding, blijkbaar. Dus een beetje kijken hoe die het best kan staan. Damn.
Ik ga nu op weg naar Mauro. Daarmee, samen met hem ga ik met de auto naar de barbecue toe. En nog een andere jonge man. We gaan even kijken. Hij woont hier fucking dichtbij. Even kijken. Ja, ja. Dat is leuk. Ja, musically. Interessant. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het gaat, die barbecue. Ik weet niet of ik daar mag filmen. Ik weet niet of het mag, dus we gaan even kijken. Maar waar dingen niet mogen, dat is waarvan ik hou om te doen. Daar hou ik van om gewoon dingen te doen daar zo. Gewoon omdat het puur om het feit dat het niet mag. Dus wel lachen, maar het mag wel. I know this shit. Dus we zijn er bijna. Nog een minuutje. Hooguit. Ik ga hem alvast bellen. This is how the shit works, man. Yeah. Heb je er een beetje zin in? Ik heb helemaal nergens zin in. Oh. Je hebt geen zin om te kanen? Nee, ik ben aan het vloggen ofzo. Ja, ik ben aan het vloggen. Ben je serieus? I do this shit, man. Nee, een beetje... Mag de auto sleutel, fucker? Even rustig. Ja, even kalm, man. Rij jij of rij ik? Ja, nou, rij maar erin dan. Nee, nee. Ik ga achterin zitten. Ik ga fucken met jullie. Ik ben helemaal doodporren met dat ding. Zeg je tegen de verkeerde vriend? Staat hij nog aan? Nee. Ja, hij staat zeker aan. Oh my god, wat een tering ben hier zo. La Mauro. Ja, het zit allemaal glas achter, dus je kan niet echt naar achter. Oh, hij zit nu opgeslagen. Ja, fuck. Chill, zeg zo tegen deze gabber. Ja, ik ben gabber. We moeten nu naar Paul, hè? Ja. Ja, gaat hij mee? Rijdt hij mee? Ja, we gaan even lekker liedje opzetten voor de vlog. Dat is een zeer goed idee. Oh, moet niet naar Arnhem. Ben je hey, wat doe je? Hey, ben remmen, joh. Dat gaat niet goed. Hij moet eigenlijk een beetje, hij zit een beetje spannend met die camera aan de buurt, volgens mij. Moet ik hem weer doen? Nee, laat maar aan. Voor het geval van ongeval. You have absolute control over only one thing, and that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans. This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else.